Hey, hallo iedereen en welkom bij alweer een nieuwe review van Rennie's Bierblog. Ik ben alweer bij Frank van... Inlet Rabbit Chili Pepper Mysterie. Dat ging goed deze keer, maar oké. Okay. Dat ging echt super goed. Ja, mensen weten het inmiddels ook wel, denk ik. Dus, ja, ik hoop het. Ja, we hebben een bier uit Rusland. Ik durf het geen eens uit te spreken. Hoe heet die? Ja, dat bedoel ik. Maar hij komt van de Panzer Brewery, of de... Panzer Brewery, denk ik. Nee, dat klonk meer Pools. Ja, weet niet. Mijn Pools is meer... Ja, een beetje Duits. Ik weet niet wat ik hiervan moet maken. Maar de MR Kodop, zoiets. Mrukkodop? Ja, Mrukkodop. Dit is de Mrukkodop. De Mrukkodop. Er zit in ieder geval veel fruit in. Dus ja, zo, dat zien we wel aan de blik ook, hè. Ja. Nu zien we een fruitding, joh. Ik zie een banaan, ik zie grapefruit, ik zie... Komkommer of... Nee, geen komkommer. Komkommer, ja, volgens mij... Nou, dat is die bananen stukjes gesneden. Oh ja. Ja, de bananen stuk en dan zie ik hier passievrucht. Passievrucht. Leuk. Raspberry, dat heet in het Nederlands een... Framboos. Framboos, ja, klopt. En ik zie iets van kiwi. Ja. Ja, ik weet niet, ja, nog eventjes in beeld. Ja, het is echt gewoon... Als dit niet fruitig wordt, dan eet ik mijn hoed op en ik heb geen eens een hoed. Maar de mrkudup, die... Dat komt heel goed. Ja, Brukudup van Panzer Brewery. Brewery, zo. Panzer Brewery, ja. Gaan we nu inschenken. Hij komt maar met 6%. Dus dat is nice. Het is 6,5 liter. Het zat er niet met zoveel woorden op, maar het is 6,5 liter. Want we hebben hem net naast de 44 centiliter blik gehouden, dus het is duidelijk een half liter. Ja, ja, zeker. Want, ja. Nou, ook oh, kut. Ja, het is wel een beetje dat hier... Ja, hij is blij ons te zien. Ja, dat dan. Oh. Ja, dat zeg ik altijd. Maar het is wel minder erg met een blik, heb ik het idee. Want die andere maat van mij, Martijn, die is altijd van... Nee, bier moet in blik zitten. Of nee, een bier moet in fles zitten. Of speciaal bier moet in fles zitten. Okay. Maar in de fles was dit, hadden we een halve flesje nog over. En hier zie je het van tevoren aankomen. Dat is dan weer een bijkomend voordeel. Het schijnt wel erg. Ik had niet zo verwacht. Nee, ik had... Ook... Dat hij zo sappig moest zijn. Ja. Dus die... Normaal schuimen die niet zo. Oh, we hebben niet meer gerold met blik. Ja, ja. Ja, heb jij gedaan. Oh. Ja, ik heb ja, want ja, Frank zei dat je, dat heb ik ook nog nooit gedaan eigenlijk, maar dan zou je een beetje moeten rollen omdat je met een pak met sap vers sap, schud. Moet je ook schudden. Ja. Maar als je mee schudt, dan komt natuurlijk al je gaat hier niet mee schudden. Ja, precies. Dus... We gaan even wachten tot het schuim is gezakt, jongens. Dus hebben jullie nog wat te vertellen? Ja. Iets oh nee, shit, wij moeten iets vertellen. Iets over die leuke naam. Hun kunnen niet terugpraten. Oh, de Rukudub. Ja, precies. Nou, schuimparty hier ook. Ja. De eerste keer zei je nog, dat kan gezellig zijn, maar... Ik denk het wel. Ja. De juiste mensen. Ik denk dat we nou redelijk gelijk zitten. Zullen we gewoon zo even naar de geur gaan, want dit schiet niet op. Ja, de geur kan wel. Moet je nou zien, jongen. Ik snap echt niet hoe dat... Het is echt niet normaal hoeveel dit schuimt. En daaronder kan alleen maar sap, inderdaad. Ja, dat gaat ook echt duwen. Heftig. Nou, de laatste keer was mijn bier doodgeslagen. Dat is nou heel duidelijk niet het geval. Nee. Waar... Jammer. Ja, waar... Ik ga gewoon... Zullen we naar de aroma's gaan? Want dit is wel echt extreem. Ja, dat kan je doen. Ja? Die proef je al vanaf een meter afstand. Die ja, proef je al. Die ruikt je al naar een meter afstand. Ja. Dat is echt lekker. Oeh. Echt zuur. Echt zuur. Heel veel banaan. Dat is echt het eerste aan de bovenkant van mij. Ja, banaan. Maar ook die... Passievrucht. Ja. Dat heb ik ook heel erg. Ja, inderdaad. Framboos niet. Nee, ik heb geen framboos in dat aroma. Die komkommer ook niet. Komkommer was een banaan. Oh ja, shit. Komkommer. Nou, het is vooral heel veel banaan en passievrucht, maar vooral die banaan hoor. En hij is voor mij heel zuur, ja. Dit glas is onmogelijk schoon te krijgen hierna, moet je zien, joh. Nee, dat is, het hangt zo aan. Dat jij, is zit goed. Hem, jij zit net naast het beeld. Ja, ja inderdaad. Dit is echt niet normaal. Nou ja, we gaan gewoon een slok nemen toch, of niet? Want dan ja, zitten we hier morgen nog. Denk het. Ja. Dan verdwijnt het schuim vanzelf. Ja, het schuim vanzelf, ja. Hij is niet zo... Wauw. Dat is zuur. Goedemorgen. Dat wilde je zeggen, hij is niet zo zuur. Nee, hij is gewoon behoorlijk zuur. Ik wou zeggen dat je dan door dat schuim heen wel hapt. En dat klopt, want hij is heel dun. Hij is niet dik, hij is ook niet dun. Maar hij is echt zuur. Oh, damn. Maar ik proef weer ook heel duidelijk aardbeien. En dat zie je niet op het etiket staan. En die banaan die je in die geur die proeft, die proef je hier eigenlijk niet. De geur die je proeft. Ja, fuck. Maar, die banaan die je in die geur en ruikt. En aroma ruikt, ja. Ja, die aroma ruikt, dat proef je niet terug. Ja, ik proef die banaan wel. Ja? Ja.
Maar dat is meer het eerste mondgevoel, zeg maar. In de aftronk, het is heel gek misschien, maar in de aftronk proef ik meer iets van bosvruchten in de aftronk. Ja, het is dus, een beetje die framboos, denk ik. Ook wel, ja, en dan ook wel het tropische. Het framboos en die, inderdaad die guava. Ik vind hem wel echt heel lekker, hoor. Hij is lekker. Hij is zuur. Damn. Hij is echt heel zuur. Ja, dat is helemaal niet erg. Maar ja, dat is goed. Ik proef zoveel. In de eerste slok proef ik heel veel banaan. En de afdruk proef ik echt best wel veel aardbei. Maar dat zal die. Zit hier gewoon aardbei in, als ze bedoelen aardbei. Staat er in het Russisch op? Ja. Staat er in het Russisch op? Staat er alleen maar in het Russisch op. Ja hoor. Ja. Nou, dit is toch de of zoiets. Precies. Maar goed, we zijn het schuim kwijt. Dat is mooi. Ja, we even kunnen bijschenken. Maar neem nog één slokje, want ik ben nog iets verder dan jou. Dat kan niet. Hmm. Jij nog even één slokje bij doen, dan kan ik beter bijvullen. Ja, dat is allemaal... Dat is, ik weet niet of ik dit eruit knip, waarschijnlijk niet. Maar hij is echt zuur. Ja, maar ik vind hem wel fijn. Hij is fruitig. Hij is dus heel veel fruit in. Maar zeker weten. Dat je denkt van, hij is wel echt sour, zeg maar. Hij is heel sour. Oh, heerlijk. Ik vind hem echt wel lekker. Ja. Nou, we hebben hem even bijgeschonken inmiddels. Het ziet er wel iets beter uit, maar zoals jullie kunnen zien, het is echt ja, wel... Ja, het ziet goed uit, maar... Dit is gewoon fucking sap. Dit is gewoon... Ja. Ja, je zou denken dat het heel dik is, dat is het dan gek genoeg weer niet. Het is niet dik, want als je door dat schuim heen bent, is het heel dun. Ja, precies. Maar, ja, het is super lekker, maar het is gewoon fruitsap. Fruitsap met alcohol. Dus als je nou denkt van, goh, ik ben ongezond bezig. Nee, je drinkt hartstikke veel fruit. Je drinkt lekker door. Ja. Het is maar 6%. Nou, dat is netjes. Dat is niks voor ons. Ja. We gaan nog een paar slokken nemen en dan mijn eindcijfer geven, hè? Ja. Serieus. Lekker een sappie. Dan kan je één ding vertellen. Hier moet aardbeien zitten. Ik kan nog niet zien op blik, maar je moet aardbeien zitten. Je proeft echt duidelijk aardbeien. Ja. Nee, wat je zegt, ja, banaan, maar ook die bosvruchten wat in die framboos zit. Ja, de bosvruchten die in de framboos zitten. Ja, maar een framboos is natuurlijk een bosvrucht. Dat is een bosvrucht, ja klopt, een forest fruit. Dus ja. Dat wel, ja zeker. Ik wil hem best een eindcijfer geven, ja, maar ik denk dat ik best hoog uitkom. Ik vind het echt lekker. Nou, dan gaan we rekenen die hulpnaam zeggen. De Pense Brewery met Mrukkotop. 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 Zoiets. Ja, het is... Ja, oké. Okay. Maar Russisch ook niet zo goed meer als het geweest is. Nee, ik zou bijna zeggen van een rare taal. Maar ja, goed, leer maar eens Nederlands spreken als je geen Nederlander bent. Nee, dat is ook lastig. Dat is ook lastig. Hey, nog één keer proost. Nog één keer, ja. Ja, we gaan doen het eindcijfer. Ik geef deze Mrukkotop een... 1. Ja. Voor Randy's Bierblog, ik geef hem een 8,5 op een schaal van 10. Dus dat is een 4,25 op een tap. Ja. Voor jou ook. Ja. We zitten gelijk. Ja. Nee, het is gewoon echt super lekker. Zo. Hij blijft ook lekker lang hangen. En je hebt het idee dat je iets gezonds doet met jezelf. En dat is ook wel hartstikke leuk. Maar hij is ook doordrinkbaar. Zeg maar, als je dit in de zomer of zo. Dat is zo lekker. Ja. Daarom? Dat is heerlijk. Daarom? Hij is zelfs nu nog heerlijk. Ja. Laat me zeker even weten wat jullie van de Mrukkotop vinden. Wat een naam, jongens. Oh, en meisjes. Die kijken ook mee. Oh ja. Ja, die zijn er ook. En ik zie jullie graag de volgende keer weer terug. Ja, je weet het inmiddels. Ik heb het al 100 keer ondergezet. In het rabbit chili paper mysterie. Nou zeg ik het wel. In het rabbit chili paper mysterie. Dat komt goed. En ik ben natuurlijk in die bierblog. En de volgende keer ben ik er weer. Frank, die komt waarschijnlijk vaker op het kanaal. Maar gaat er niet iedere week vanuit, want hij woont een beetje ver weg. Maar hij komt zeker terug. Ja, zeker. Als je dat wil. Ja, want ik zeg het dan wel gewoon, maar misschien wilt hij wel niet. Ja, dat komt goed. Ja. Dat is goed. Hey, we gaan afsluiten. Tot de volgende keer. En ik zie jullie graag de volgende keer weer terug. Ja, dat duimpje omhoog word ik super gelukkig van. En als je nog geen abonnee bent, dan snap ik niet dat je geen abonnee bent. Want het is gewoon hartstikke gezellig. Ja, dat staat hier of daar. Ik weet niet meer waar het staat. Maar goed, dat zien we wel. Tot de volgende keer. Cheers! Cheers. Ha ha ha.